Wedstrijd NEC Almere City staat in het teken van kerst en vrijgevigheid. Zo ook bij de leden van de Eastside en de HKN. Nou, we zijn bezig met de Eastside HKN om de minder bedeelde kinderen in Nijmegen een leuke dag te bezorgen. En dan vooral de kinderen in de voedselbank en de mensen in de schuldsanering. Nou, ik zou graag willen dat, wij willen elk kind een cadeau aanbieden van de waarde van 20 euro. En ik zou graag zien dat de Nijmegenaren en de Nijmeegse supporters met z'n allen ons best doen om het geld in te zamelen, zodat we alle kinderen kunnen helpen in de voedselbank. Daarvoor hebben we een tikkie-systeem bedacht. En dat willen we ook graag in de Goffert laten zien hoe ze dat moeten doen. En ze kunnen dat via de e-site HKN-pagina, daar staat een tikkie-verzoek op. Daar zou je dan kunnen doen. En dan zou je de kinderen in Nijmegen kunnen helpen. We gaan zorgen dat er voor de wedstrijd allemaal mensen staan waar je dan je donatie kan geven, wat je zou kunnen geven. En het zou mooi zijn om alle kinderen te helpen. Nou ja, er zijn 700 gezinnen minimaal bij de voedselbank. En ja, dus reken maar uit, dat is een gezin. En plus dan nog de mensen die niet bij de voedselbank zitten, maar in de schuldsanering en zo. Dus ja, ik gok op 1000 kinderen. Het zou fantastisch zijn als er zoveel geld opgehaald gaat worden. Hoe gaan al die kinderen hun cadeaus krijgen? Nou, 21 december hebben we bij Bikkels een dag. En dan kunnen die kinderen die zich opgegeven hebben via de pagina het cadeautje ophalen. En dat is een leuke dag met allerlei activiteiten, eten en drinken voor die kinderen. En dan uiteindelijk een mooi cadeau voor de kerst. Ja, ga graag naar de Eastside HKM pagina. Scroll even door naar de speelgoedactie. En daaronder staat een link met een tikkie-link. En ja, doneer alsjeblieft wat je kan doneren voor die kinderen. Ik hoop dat we alle kinderen kunnen halen. Dus ja, in mijn berekening zijn er meer dan 1000 kinderen. Dus ja, 20.000 euro hoop ik binnen te halen. En ik hoop geen één kind te kunnen teleurstellen.